Regelmatig spreek ik met mijn vrienden en familie over cybersecurity. En iedere keer als ik begin over wat voor chaos het eigenlijk is op het internet en dat niemand meer veilig is, krijg ik opmerkingen als van joh, ik ben toch geen interessant doelwit voor hackers of mijn bankrekening is toch al leeg, dus waarom zouden ze mij moeten hebben? Ik ben toch geen interessant doelwit. Maar is dat ook zo? De autoriteit persoonsgegevens ontving in 2020 ongeveer 1200 aanmeldingen van datalekken waarbij hacking, malware of phishing werd gebruikt om persoonsgegevens te stelen. Dit is een stijging van maar liefst 30% ten opzichte van vorig jaar. Maar wat willen die hackers nou precies met die persoonsgegevens? Wat hebben ze daaraan? Cybercriminelen gebruiken die persoonsgegevens om identiteitsfraude te plegen. Of om zo je familie en vrienden op te lichten. Denk bijvoorbeeld aan de bekende WhatsApp-fraude. Maar met jouw persoonsgegevens kunnen hackers ook leningen afsluiten en spullen op afbetaling kopen. Zij gaan er vandoor met het geld of de spullen en jij blijft achter met een torenhoge schuld waar je helaas zelf verantwoordelijk voor bent. Naar schatting zijn in 2020 de gegevens van meer dan 600.000 personen gestolen bij organisaties waar je slechts één wachtwoord nodig had om in te loggen. Jij gaat er als klant van zo'n bedrijf vanuit dat zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Maar uit ervaring kan ik je vertellen dat dat niet altijd het geval is. Kijk bijvoorbeeld maar naar het datalek van de GGD laatst. Oké, het is dus duidelijk dat iedereen een doelwit kan zijn voor kwaadwillende hackers. Maar wat kan je nou doen om jezelf te beschermen? De belangrijkste stappen die je kunt zetten zijn bijvoorbeeld het aanzetten van multi-factor authentication, oftewel tweestaps verificatie. En dit betekent dat iedere keer als je je aanmeldt bij een organisatie, een unieke code krijgt op bijvoorbeeld je telefoon of je e-mail. Mocht een cybercrimineel dan toch je wachtwoord weten, dan heeft hij dus ook toegang nodig tot je telefoon of je e-mailaccount voor die two-factor authentication code. De tweede stap die je moet nemen is uiteraard het kiezen van een sterk wachtwoord. En stop met het gebruiken van hetzelfde wachtwoord op meerdere plekken. Dit zorgt er namelijk voor dat een hacker maar op één locatie hoeft in te breken om zo toegang te krijgen tot al je accounts. Datadiefstal is een snel groeiend probleem, maar het is wel een probleem waar we met z'n allen actief wat aan kunnen doen. Dus zet die MFA aan en kies een sterk wachtwoord. Dan heb je de eerste stappen al gezet. Wil je nou nog meer concrete tips om jezelf en anderen beter te beveiligen op het internet? Neem dan ook zeker even een kijkje op onze website, waar we regelmatig nieuwe tips en artikelen delen over cybersecurity. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.